Kijk, ja, we hebben het boek eigenlijk willen opzetten om recht te doen aan alle plaatsen in de Krimpenerwaard. Dus we hebben 12 plaatsen en Gouda, maar dat is een van later tijd. En we hebben dus een verdeling willen maken tussen alle plaatsen die er te vinden zijn. Ongeveer heeft dat tot het resultaat geleid dat er 20 verhalen over elk dorp in het boek staan, iets meer uit Schoonhoven, verspreid over 10 eeuwen. Dus als u denkt aan de geschiedenis van de Krimpenerwaard, staat uw favoriete verhaal waarschijnlijk niet in het boek, omdat we dus echt een selectie hebben moeten maken. Maar er staan hopelijk ook een heleboel dingen in die u nog niet wist, wel heel leuk zijn en ook interessant en op veel plekken ook nog te zien zijn in de dorpen, in het landschap en dergelijke. Dus op die manier hebben we onze onderwerpen gekozen. In 2015 is de gemeente Krimpenerwaard gevormd. Dat is dan gelijk even een punt. Krimpenerwaard is verdeeld over 3 gemeenten. Krimpen aan de IJssel, Krimpenerwaard en Gouda. En de gemeente Krimpenerwaard valt ook deels buiten de Krimpenerwaard. Daar hebben we weinig tot geen aandacht aan besteed, behalve dan aan Stormpolder. Dat is een beetje dat is eigenlijk wel echt Krimpenerwaard. En Land van Stijn bij Haastrecht. Zo hebben we ons dus in die zin beperkt. En toen dat is gebeurd, die samenvoeging van die gemeentes, hebben we hier met het Streekmuseum en de historische verenigingen een tentoonstelling ingericht vanuit al die plaatsen om echt kennis te maken met nieuwe buren. Daar is toen dit boek bij verschenen, Reisgids Krimpenerwaard. Echt voor scholieren, groep 8. Dus als er mensen zijn die met scholen te maken hebben, het museum gaat graag met uw leerlingen op pad om het dorp en dergelijke te bekijken en dergelijke. En te ontdekken. En toen hebben we eigenlijk gezegd tegen elkaar van het zou eigenlijk leuk zijn om zo'n boek ook te schrijven voor wat volwassener publiek. Een breder boek met echt met kleurafbeeldingen over alle eeuwen en de meest dwaze onderwerpen en ook leuke dingen. Dus vandaar dat we op die manier contact hebben gezocht met de uitgever. Die was ook gelijk enthousiast. En dat is toch ook nog wel iets, denk ik, dat ik zelf persoonlijk wil graag het museum en de uitgever bedanken voor de grote vrijheid die is gelaten in het kiezen van de onderwerpen. En dat is zeer fijn geweest. We hebben natuurlijk een paar verplichte nummers afgewerkt. Maar toch over het algemeen heel veel leuke, originele dingen kunnen kiezen. Ook dankzij het enorme onderzoek dat de afgelopen 30 jaar is gedaan door mensen van historische verenigingen. In de historische encyclopedie Krimpenerwaard, die helaas niet meer verschijnt. Maar er eigenlijk wel weer moet verschijnen. Is daar heel veel in gevonden. Dus dat is echt een belangrijke bron voor ons geweest. Nou, hartelijk dank voor u en voor de gemeente Krimpenerwaard-IJssel. Heeft natuurlijk enorm meegewerkt ook aan het boek. Zeer bedankt. Graag, heel graag gedaan. Aan u het eerste exemplaar. Fantastisch. Zeer bedankt. Dat is zwaarwegende kost. Nou, doe er uw voordeel mee. Ja, nee, dat zal ik zeker doen. Ter lering en vermaak. Precies. Dat, twee eerste exemplaar. Twee eerste exemplaar. En het andere eerste exemplaar is ook voor u. Hartelijk dank. Ja. En ik heb hier, ik denk dat het is echt allemaal een glaasje, maar we gaan eventjes wat drinken. Oh jee. Ja. Kijk. Ja, je moet dan mag ja. Ja, dan mag ik zeggen. En ik ook misschien. Jij moet eerst. Oké. Thuis. Wil je eerst praten of eerst voor de vorm? Nee, ik gefeliciteerd. Ja, nou, dank u zeer. Ik denk dat we ook de uitgever Johan de Bruin, als je even hier wil komen, dat is toch ook jouw boek. Alsjeblieft, dank je. Dan gaan we heel gezellig bij elkaar staan.